Een politiek conflict in Eritrea dat in de straten van Den Haag wordt uitgevochten. Een groep die de Eritrese president Afewerki steunt, viert een feest in een zalencentrum in Den Haag. Andere Eritreërs waren daarop afgekomen. Ook de politie en de brandweer waren het doelwit. Het is niet de eerste keer dat er rellen uitbreken bij een bijeenkomst van mensen uit de Eritrese gemeenschap. Toch kon het zo uit de hand lopen. Ja, hier aan tafel, welkom. Fedewa Temzani, jij bent pelotonscommandant bij de mobiele eenheid. En Danny Williams, districtchef politie Den Haag. Fedewa, begin ik even bij jou, want jij hebt er gisteren echt middenin ingestaan, in die rellen. Wat was precies jouw functie daar? Ik was in de hoedanigheid van pelotonscommandant. Dus dat betekent dat je opgeroepen wordt. Dus dient te verschijnen vanwege ongeregeldheden. En de verantwoordelijkheid hebt over een heel peloton. En dat bestaat ongeveer uit 50 politiemensen. Die dan extra getraind zijn voor het grootschalig optreden. Ja, en dat betekent eigenlijk dat jij daar middenin gezeten hebt, ja. Toch? Vanuit een busje eigenlijk heb jij de mensen aangestuurd. Ja. En moest jij dan tegen mensen zeggen welke kant ze op moesten, wat ze op dat moment moesten doen, terwijl dit om jou heen gebeurde? Ja, dat is het commandovoertuig. Daar zit een chauffeur in en we hebben twee verbindingsspecialisten. Dus die echte communicatie doen met de eenheden, dus de politiecollega's op straat. Daar vindt eigenlijk ook de strategie plaats, het scenario denken. En wat wordt het plan om dit weer terug naar beheersbaar te krijgen? Hoe is het voor jou om net even die beelden weer te zien? Ja, ik voel mijn hart meteen wat harder kloppen. Het heeft een enorme impact gehad. Kan je er bijvoorbeeld van slapen of is het zo heftig wat je meemaakt? Ik heb hier wel wakker van gelegen, ja. En dan heb ik de film wel 100 keer... Ik heb deze inzet nu 100 keer gedraaid, ook in mijn dromen. En ik hoor mijn stem ook zo. En dan denk ik, het zet je tot denken. Maar daarnaast ook een onwijs trots gevoel. Mm-hmm. Naar de manschappen, de mannen en vrouwen die in die frontlinie elke keer bezig zijn. De gewelddadige confrontatie eigenlijk. Het geweld wat ze over zich heen hebben gekregen is echt ongekend. Dat ongekende? Want het... Je merkte bij deze groep dat de vechtbereidheid erg groot was. Echt de confrontaties echt als een blok georganiseerd tegenover ons bleef staan. Dat ze bleven staan, maar normaal gesproken zijn we gewend dat ze uit elkaar... Normaal als wij echt een charge uitvoeren, ja. Dat zie je wel vaak, hè, dat 300 man wegrennen en een enkeling blijft dan staan. Daar hebben ze dan later best wel spijt van. Maar dat zag je in deze niet. In deze zag je, we zagen slagwapens, we hebben messen gezien. Je moest eigenlijk anticiperen op een andere vorm van rellen. Ja, wat je normaal doet, werkte niet altijd. Nee, zeker niet. Nee. Dus dat hebben we moeten aanpassen. Ja. Heb je dat plan B dan klaar liggen eigenlijk? Ja, in principe als je opgeroepen wordt en onderweg daarnaartoe, dan ben je 400 scenario's aan het uitwerken. Ja. En 9 van de 10 keer komt geen enkele scenario uit wat je hebt uitgewerkt. Mm-hmm. En moet je het daar doen met de informatie die je dan hebt. En nogmaals, ik voel me verantwoordelijk voor de veiligheid van deze collega's. De vraag is echt wel door me hoofd gegaan, waar stuur ik ze in? Ja. Maar aan de andere kant, het is de mobiele eenheid. En na ons komt er eigenlijk helemaal niets meer. Ja, het leger. Maar we kunnen niet zeggen, we gaan ons terugtrekken en we gaan even kijken wat het plan gaat worden. Danny, jij bent de districtchef. Dit gebeurde dus in jouw district. Dit is ook waar de zaal was waar dat feest gehouden werd. Het is al vaker misgegaan tussen Eritrese groepen, hè, ook op andere plekken. Dus op wat voor manier waren jullie voorbereid op mogelijke rellen? Ik ga er een rationeel antwoord op geven. Ja. Hè, dus wat we gedaan hebben, maar als ik de beelden weer zie, ik voel gelijk met Fedewa ook mee. Dan bekruipt het je op alle plekken van, besef je wat daar gebeurd is. Hè. Waar denk je dan eigenlijk aan als je dat weer terugvoelt? Nou, ook wel echt de omstandigheden waarin deze man en vrouw het verschil hebben gemaakt. En wat er gebeurd zou zijn geweest als ze dat niet hadden gedaan. Wat het effect bijvoorbeeld dan binnen in dat zalencentrum was geweest. Ja. Hè. Dus... Want ze hebben ze buiten weten te houden. Dus het is echt, ze hebben letterlijk het centrum verdedigd. Hè? Want waar was je op voorbereid? Waar had je op gerekend, mogelijk? Kijk, we hebben in de eenheid veel ervaring met natuurlijk veel evenementen, demonstraties. Dat gebeurt natuurlijk aan de lopende band in het Haagse. En wat we doen is dat we op basis van het informatiebeeld, zoals we dat op dat moment aan de voorkant hebben,
Nou, wordt onze strategie, onze inzet, die stemmen we daarop af. En dan worden er dan keuzes gemaakt van, nou, wordt het, hoe groot wordt het, hoe smal wordt het. En we hadden hier ook wel de voorinformatie en de eerdere ervaringen dat er wel spanningen waren in deze, tussen deze groeperingen. En dat het ook een aantal keren wel tot confrontaties heeft geleid. En het heeft er ook voor gezorgd dat we aan de voorkant dus ook al meer eenheden hadden. We hadden daar al een peloton ME die in de buurt was, voordat het echt helemaal losging. Ja, dan heb je eigenlijk een peloton ME die klaarstaat bij een zalencentrum waar een feestje wordt gevierd. Ja, maar omdat je weet, dit kan enorm uit de hand lopen. Ja, klopt. Maar het is ook goed om te beseffen dat dat niet betekent dat ze nu gelijk erbij staan zoals ze nu op die foto erbij lopen. Er zit echt ook wel een versering in. Dus vet wat de mensen kunnen ook gewoon in... bijna het normale pak, zeg maar, ook gewoon toezicht houden. Dus niet gelijk met stokken en schild, zeg maar, hoeven optreden. En pas op het moment dat het dan escaleert, wat Vet ook terecht zegt, van ja, dan ga je in de scenario's, ga je mee en dan probeer je controle te krijgen. En is het onderschat? Nou, ik denk dat niemand er rekening mee heeft gehad dat het in deze omvang zo zou zijn. Hè? Want dit... Kijk, ik kwam daar zelf toen de rust wel redelijk teruggekeerd was. En ik denk het aanzicht, het is wel heftig om het te zien op het moment dat het gebeurt. Maar eigenlijk ook het beeld de volgende dag. Of als de branden uit zijn en dat is wat je dan aantreft. Ja, dat zijn wel stille getuigen van een hele heftige avond. En hebben jullie daar een verklaring voor waarom de agressie ook zo op jullie gericht was? Want ik kan me voorstellen dat je komt er naartoe om te knokken dus met je tegenstander. Maar ineens zit alle agressie bij jullie. Hebben jullie daar een verklaring voor? Ja, het is lastig. Kijk, wat we dus wel weten is dat de ene groep natuurlijk de andere groep wilde aanvallen. Hè? En dat je er dan als politie tussen staat. Jullie zijn eigenlijk een hinderlijke dan maar jullie. Oh. Maar dan toch de mate van organisatie die erin zat. Het massale karakter. Hè? We hebben het echt gewoon over 300-400 man die met stokken en noem het allemaal maar op de collega's afkwam. Ja, en wat Vervo terecht die vechtbereidheid noemt. Hè? Dus echt... niet proberen van we proberen binnen te komen, het lukt niet en we verspreiden de wijk in. Maar echt maar blijven proberen en maar steeds weer richting die collega's gaan. Ja, dat vind ik wel wat verder gaan dan het normale beeld wat we wel zien van... Hè, ik wil niet zeggen dat het echt specifiek van eerste aanleg op ons gericht was. Maar je merkte wel dat het wel een hele rechtstreekse confrontatie op een gegeven moment werd. En dat was echt... Dat was echt ongekend. Ja. Ja. De burgemeester Jan van Zaan heeft ook gereageerd op de rellen. Dit is wat hij erover zei. Ja. Dat was, als het altijd gaat, dat wordt dan voorbereid en een inschatting gemaakt. Ja, en ik moet vaststellen, wij stellen vast, door de buitensporige mate van gewelddadigheid, ongekend, zijn we door verrast. Ik kan niet anders zeggen. Het is daarna heel snel opgeschaald, ook adequaat opgetreden. Ik heb traangas moeten toestaan, dat heb ik nooit eerder gedaan. Ja, daarmee hebben we het gehouden en is ook de openbare orde hersteld. Maar ja, het is natuurlijk ongekend. Dit kan niet. Ja, meneer Boswijk, u heeft gezegd er moeten kamervragen gesteld worden. U heeft ook al inderdaad op Twitter laten zien van dit gebeurt niet voor het eerst. Op vele plekken hebben Eritrese groepen elkaar dus opgezocht. Op hetzelfde moment was er in Amerika ook zoiets aan de gang. Wat is nu de rol van de politiek? Ja. Nou, laat ik allereerst zeggen dat ik ontzettend veel respect heb voor jullie en jullie collega's. Want jullie hebben hier gewoon eigenlijk in oorlogsgebied geopereerd. Ik bedoel, het niet te bevatten wat jullie hebben meegemaakt. En jullie zijn hele sterke mensen, maar ook niet van beton. Dus het gaat ook onder je huid zitten. Dus laten we ook met z'n allen, als je politie in je buurt hebt, laten we er ook gewoon naar omkijken. Want het kan natuurlijk wel later ook nog wel effect hebben. Ja. Is dat belangrijk voor jullie dat dit ook gezegd wordt? Of voor de mensen in de achterban? Ja, steun is natuurlijk prettig. Ja. Hè? Dus dat is altijd wel fijn om te horen. En helaas is dit niet de eerste keer dat we naast elkaar zitten, zeg maar. Naar aanleiding van dit soort incidenten. Maar de steun is natuurlijk gewoon hartstikke fijn. Hè? Maar neem nog steeds niet weg dat, wat je ook zegt, echt petje af voor de mensen. Voor hoe ze het verschil hebben gemaakt daar. Ja. Nee, kijk, en we hebben inderdaad gezegd van, en niet alleen wij, maar meerdere partijen in Den Haag hebben gezegd van dit kunnen we niet accepteren. Één punt waar we nu mee bezig zijn, dat wetsvoorstel ligt er al. Dat moet alleen nog in behandeling worden genomen. Is bijvoorbeeld het strafbaar stellen van buitenlandse inmenging. Dat sluit natuurlijk heel erg aan bij wat we hier zien. Hè. We horen namelijk heel veel signalen dat er vanuit Eritrea, vanuit de regering daar, in andere landen, ook in Nederland, in andere landen invloed wordt uitgeoefend op groepen om bijvoorbeeld vluchtelingen of mensen zeggen vlucht voor datzelfde regime, om die te beïnvloeden en het leven zuur te maken. Ja, dat is op dit moment nog niet strafbaar. Daar ligt dus nu een wetsvoorstel, dat is vorig jaar naar buiten gefietst. Dat is nu echt zaak dat we dat nu heel snel als Tweede Kamer gaan behandelen. Zodat we ook veel meer eigenlijk preventief al kunnen ingrijpen in zulke soort demonstraties. Want heel even voor mij, hè, want dat komt dan eigenlijk vanuit het regime. Dus vanuit Eritrea zelf worden mensen beïnvloed. Ja.
Wie kun je daar dan voor straffen? Nou ja, kijk, we weten wel, dat blijkt ook wel uit de massaliteit, dat er natuurlijk wel een bepaalde vorm en organisatie achter zit. En van wat ik inmiddels heb begrepen, er zijn toevallig een aantal weken geleden ook mensen uit de Eritrese gemeenschap bij mij op de lijn gekomen om aan te geven dat ze zorgen hadden dat het mogelijk ging escaleren. Moet ik heel eerlijk bekennen dat ik ook niet dit had verwacht, zo groot. Had ik die afspraak al lang gepland. Ja. Maar dit geeft wel aan dat er natuurlijk wel een bepaalde structuur en sturing achter zit. En eigenlijk wil je natuurlijk meteen die kern pakken. En natuurlijk wil je het liefst die 400 mensen pakken. Dat zal niet helemaal mogelijk zijn. Maar als je nou al kan gaan focussen op die mensen die hierachter zitten, dat zou natuurlijk al heel veel kunnen helpen. Maar tegelijkertijd gaat het probleem ook veel dieper. We zien ook wel een politieapparaat wat gewoon overbelast is. Mm-hmm. We hebben te maken met veel vacatures. We hebben te maken met vergrijzing. We hebben te maken met de politie die elk weekend wel overal wordt ingezet. En dat is natuurlijk ook een slijtageslag, waardoor er ook veel echt politiewerk ook gewoon blijft liggen. Dus die wet moet eigenlijk worden doorgevoerd. We hebben meer politiemensen nodig. Maar er was vandaag ook wel een roep om de mensen uit te zetten. Dat zag je bijvoorbeeld Geert Wilders weer tweeten. Maar de BBB sloot zich erbij aan, hè? Ja. Hier oppakken en uitzetten. Ja, kijk, wat denk je als je dat ziet? Nou, kijk, weet je, wat ik wel denk, eerlijk gezegd, is ik vind als mensen op de vlucht zijn voor een regime wat hun het leven bedreigt, dan moet je mensen altijd opvangen. Ik bedoel, daar staat Nederland onbekend, moet je altijd doen. Ik vond het wel bijzonder dat we hier eigenlijk twee groepen hebben. Mensen die op de vlucht zijn voor het regime en mensen die het regime steunen. Precies. Ja. Dus dat, heel eerlijk, dat is wel een worsteling in mijn hoofd. Maar dat waren eigenlijk mensen die eerder waren gevlucht. Ik vind alleen dit iets te gemakkelijk. Ik denk alleen dat het niet zozeer migratie is, maar dat het veel meer gaat over integratie. Dit is gewoon niet de manier hoe wij in de samenleving met elkaar omgaan. Je kan het met elkaar oneens zijn, we kunnen felle debatten. Maar dat begrijp ik, hè? Maar hoe hier natuurlijk over wordt gesproken, hè? Je moet ze oppakken en je moet ze uitzetten. Nou, dat is natuurlijk allemaal daarna alweer geschreven, hè? dat zo goed als onmogelijk is. In heel enkel geval kan dat. Ja. Dus wat vindt u daar dan van als dat wel de tendens wordt in de reacties? Ja, nou, wat ik zeg, ik denk dat het te makkelijk is. Dat is niet de oplossing, omdat het feitelijk niet kan. En ten tweede denk ik dat het veel meer aan de integratie ligt en aan de zorgen als samenleving, dat we gaan verzorgen dat dit niet gebeurt. Mm-hmm. Kijk, ik had echt, als ik even naar mijn opvoeding kijk en ik had hieraan meegedaan, dan mocht ik hopen dat jullie mij hadden opgepakt. Want als ik thuis kwam, nou, dan weet ik niet wat er dan zwaaide. Nee. En dat vraag ik me dan af. Als jij dan zo, hè, je hebt foto's allemaal gezien van mensen die met stokken en met messen de politie aanvallen en gewoon herkenbaar. Ja. Dan denk ik wel, dan heb je toch echt ergens in je opvoeding echt iets gemist. Ja. En dat is wel een opgave van onze hele samenleving. Ja. Is het, ben je er denk je nog lang mee bezig? Het was afgelopen zaterdag. Ik heb wel eens eerder iets gezien over rellen op Scheveningen bijvoorbeeld. Hè? En dan spreek je politieagenten die jaren later eigenlijk nog steeds. Ja, ik denk, je hebt altijd, dan zeggen we, de day after. En is het ook echt fijn om bij elkaar te komen. Om te debrieven, zoals we dat noemen. De gevoelens, om elkaar even goed aan te kijken, vooral in deze tijden. Dat is ook super mooi om te zien, is dat er een bepaalde saamhorigheid is. Mm-hmm. En dat er echt wel collega's waren die thuis zaten en op hun bank stonden te stuiteren van mag ik alsjeblieft komen? Ja. Desnoods ga ik eten maken of collega's opvangen. Let's go. Ja, dat en ook van buiten bewoners die ons aanspreken, die klappen voor de ME of de wijkagenten die voorbij komen fietsen. Ja, dat geeft wel een heel warm gevoel. Ja. Heel hartelijk dank voor wat jullie gedaan hebben en dank voor je komst.